Het laatste woord in de kwestie bij het ministerie van LVV voor wat betreft minister Lekram Surgen is nog niet gezegd. Vandaar dat Sjaan Binda Karel Breveld vroegen wat ze vinden van de kwestie op het ministerie van LVV rond LVV-minister Lekram Surgen. U hoort de volgende reacties. Ik hoor plotseling ministers gaan reshuffled worden. Minister van LVV dient zijn portefeuille in. Dat betekent dat er geen eerlijkheid is. Is not good governance wat wij voorstaan. Want er zullen reden zijn waarom die minister van LVV opstapt. Ik heb begrepen dat het gaat over die Chinese trollers die achteraf ergens tjoekoe hebben betaald en het gaat over tonnen. En zeggen, luister, als we weg willen, we moeten onze tonnen terugkrijgen die we hebben betaald. Dus het wordt een spannend verhaal nog. Begrepen? En dat onethisch gedrag tegenover elkaar, want binnen de ministeries, weet u, worden geen mensen met een bepaalde kennis gepositioneerd. Het zijn mensen die politieke loyalisten zijn, die hogere posten krijgen dan mensen die eigenlijk de kennis dragen. En dat brengt wrevel en wreving teweeg. Vandaar dat ik zeg, ik vind het overigens niet jammer hoor, voor die minister, dat hij de laan straks of dat hij heeft moeten bedanken. Want ik zeg altijd, wie in het hol van de leeuw gaat, moet niet denken dat je even netjes eruit komt. Je komt zeker met een paar krasjes over je lichaam, minimaal. Of je komt zo niet helemaal gerafeld uit elkaar. Of je komt nooit meer eruit. Je verdwijnt in de maag van die leeuw. Dus ik zeg altijd, je hebt het risico genomen. Je bent gegaan om ministerschap. Je wilde populair zijn. Waar je weet, waar je nuchter verstand, je bent niet dom. Waar je ontwikkeld bent en je weet dat je met deze mensen niks gaat bereiken. Ondanks je de beste voornemens hebt, met deze mensen bereik je niks, gelooft u mij. Omdat de intenties van ze niet zijn om Suriname op te bouwen. De intenties zijn om zichzelf te verrijken. Dat is gewoon de realiteit. En dat weten we, dat zien we elke dag gebeuren. Begrijpen? Terwijl het volk zit te vechten met hun problemen, worden ze als makkelammetjes gepositioneerd in rijen om aan basisgoederen te komen. Daarmee geef je al toe als regering dat je mislukt bent. Want je laat de mensen in rijen staan voor basisbehoeften. Mensen moeten voor uien en aardappelen in rijen gaan staan. Dat geeft alleen aan dat jij als regering die voornemens had mislukt bent. Je hebt de grote onvoldoende die je zelf hebt toegekend. Dat je niet in staat bent om het land tot grotere hoogtes te brengen. Maar dat je mensen met hun dure tijd waar ze productief bezig zouden moeten zijn in rijen laat staan. Is toch belachelijk. Het is een onmenselijke situatie die er heerst. Als je mensen in rijen ziet staan in een ander land, gelooft u, gaat u snel weg uit het land. Want het is geen liefbaar land. En dat kregen we systematisch. Ik kan me herinneren de tijden van de jaren 80. Stonden mensen ook in rijen voor een baal uien, aardappel. We hadden niet eens toiletpapier. Er was niet eens shampoo op de markt om je haar te wassen. Badzeep zelf was een probleem. Zo erg was het. Dus de situatie die zich nu voordoet is nog niet eens zo erg als wat wij ouderen hebben meegemaakt. Al de jongeren weten het niet. We hebben een heel moeilijke tijd gehad dat de schappen in de winkels leeg waren. Maar als deze mensen door blijven gaan, gaan we in diezelfde situatie belanden. U ziet, we hebben niet ver te kijken in Venezuela wat er gebeurt. Dus als men kiest, zeg ik, kies nuchter, kies bewust. Kijk wat er om je heen gebeurt. Kijk wat bepaalde mensen, vooral politieke bonzen, hoe rijk ze zijn geworden. En vergelijk u zelf met die mensen. Zeg, waarom zijn zij rijk geworden en waarom ik niet? Waarom is de economie eigenlijk kapot gegaan? Om een paar mensen rijk te maken. Als u ziet wat voor peperdure auto's men reed. Niets minder dan een Prado. Ik heb niks tegen Prado hoor, maar 85.000 US. Dat draait men. Men kan het niet genoegen nemen om te zeggen, ik wil, als je minister bent, waarom moet je Prado rijden? Waarom kan je geen een Toyota rijden? Een Carina of iets. Is toch vervoer? Het heeft ook airco. Waarom moet je met een Prado? En het liefst met gevolg. Als we kijken naar een president. Hoeveel bodyguards? 11 bodyguards. Die hem omringen. Ben je bang voor je eigen volk? Ik zie plotseling in de krant las ik dat een assembleelid militaire bewaking thuis heeft. Er is iets niet goed in die samenleving toch. Want je bent bang voor je eigen volk. Het volk dat jou op handen zou moeten dragen. Daarvoor roep je bescherming nu in. Dat de mensen, dat men wacht bij je huis moet houden. Omdat je bang bent voor je eigen volk.
dan loop je te dromen. Dan loop je te dromen dat je een populaire man bent in het volk. Wel, ik daag ze uit. Als er massameetings zijn en dingen van andere partijen, laat ze tussen die massa komen. Dan ga je zien hoe populair je bent. Laat mij gewoon zonder een bodyguard op straat lopen. Dan zeg ik, dat is een president of een assembleelid waard. Waarom moet je bodyguards hebben? Wat voor flauwekul is dat? En wie betaalt die bodyguards overigens? Begrijp dus, laten we elkaar niet voor de gek houden. Daarom roep ik het volk op. Opent uw ogen. Kijk om u heen. En kijk naar het gedrag van anderen. En stelt u de vraag, als je daardoor Suriname gaat opbouwen. Als we met dat soort handelingen en met dat soort toneelstukken dit land gaan opbouwen. We zijn een jonge natie. We hebben van God de natuur meegekregen. We hebben geen catastrofes. We hebben geen overstromingen, harde windstoten. We hebben die orkanen genoemd kunnen worden. Maar we hebben onvrede in onze samenleving. En die onvrede komt doordat men ons naar het punt heeft gebracht om te pinaren. Begrijp je? Om te pinaren. En elke dag dat we verder gaan met deze mensen, gaan we verder zinken. We gaan dieper en dieper gaan. En uiteindelijk zullen er doden ook vallen, gelooft u mij. In de gezondheidszorg, noem maar op, in de criminaliteit. Er zullen steeds meer doden vallen. U zit in die drugswereld, die helemaal eigenlijk ontspoord is. Ik hoor die president die praat erover. Al die drugsvangsten. Ik zie nog geen maatregelen komen. Ik heb geen strategisch plan gezien wat men van plan is te ondernemen. Op de havens en alle plaatsen waar door die drugs gaat. Dat men zegt van luister, we gaan een 100% controle doen. Nee, dat zie ik allemaal niet komen. Dus ik ga u zeggen, die drugs die in beslag is genomen, die moeten ook betaald worden. En vandaar dat ik zeg, en we weten allemaal, de meeste drugs in Latijns-Amerika komt uit een bepaald land. En die mensen, die zullen hun geld komen zoeken. Dus want toen mouw dede. De mouw dede. Wij hoeven geen oplossing te doen, maar er gaan vreselijke dingen gebeuren uiteindelijk. Als dit soort zaken escaleren. U weet zelf dat we in dat bekend land, dat er vaak doden te betreuren waren vanwege die drugs. Maar heb je dus, men moet niet denken dat men hier economieën gaat oplossen met drugshandel. En met informeel kapitaal dat men binnen gaat brengen. Want er is maar een klein deel die ervan profiteert. De rest pinaart. De rest gaat sterven. Je taibere, tel ik taai, no de schrijf je voor taibere. Ook dat gaat oprapen, want allemaal moest taibere. Hoe lang vouwen taibere? Hoe noem aan taibere? Dus vandaar dat ik zeg, laat me overwegen dat we deze economie gaan dollariseren. Dat iedereen weer lust en plezier krijgt in hun leven. En een beetje vertrouwen terugkomt wat betreft ons monetair gedeelte. Ik denk dat de minister een duidelijk besluit heeft genomen. En ik denk dat het een principieel besluit is. Want we hebben niet zoveel ervan gehoord wat precies de oorzaak is en de basis. Ik hoor van het is, heeft te maken met het feit dat mensen niet met elkaar goed overweg kunnen. De directeur en de minister. Maar ik denk dat er meer dingen spelen. Want de minister wordt hier gevlamd over met name de trawlers, de Chinese trawlers in de haven. En de minister heeft gezegd dat hij geen vergunning heeft gegeven. En ik denk dat wij op die lijn zitten. En we moeten ook geen vergunning geven. Want we weten inderdaad wat de Chinese trawlers gaan doen hier in de wateren van ons. En wat voor schade het ons gaat berokkenen. En, maar als er natuurlijk andere krachten zijn erachter die kennelijk wel in de richting willen gaan van innovatie en aanpassing van nieuwe moderne middelen en zo. Dat is een soort verzachtende uitdrukking voor geef die mannen toch een kans om maar hun gang te gaan, dan kunnen we ons daar niet in vinden. En ik zou zeggen, als de minister inderdaad voet bij stuk houdt voor met name deze vistrawlers dat het niet kan, dan heeft de minister 100% ons aan zijn zijde. En ik denk meerdere mensen in het parlement. En ik denk dat we de regering moeten oproepen om niet mee te gaan met allerlei verstrengeling van belangen en zaken die hier spelen, omdat we weten dat dit niet kan. Het kan gewoon niet. En we moeten wat dat betreft voet bij stuk houden, dat het niet juist is. Dus als het daarom zou zijn dat de minister inderdaad zegt, ik treed terug, heeft de minister mij aan zijn zijde. Want inderdaad, dit is niet wat we kunnen hebben, het is niet juist. Overigens, ten aanzien van het ministerie, is het ook belangrijk dat we beseffen dat we ook al een hele tijd gepraat hebben over het VMS-systeem, het Vessel Monitoring System, waarbij wij ook in het parlement discussies hebben gehad over wanneer wordt dat ding nou uitgevoerd. En er was al een offerte uitgegeven en
de dingen waren al duidelijk. Achteraf bleek dat opnieuw een inschrijving is geweest of whatever. En tot nu toe is er niets gebeurd. Dus u begrijpt, iets wat zo belangrijk is om te kunnen monitoren wat er gebeurt op de wateren, in de wateren voor de kust. Waarbij wij zelf hebben gezien wat een jaar geleden heeft plaatsgehad. Tot nu toe is het niet in place. Na alle discussies en alle gehalen en getrek. En laat de regering daarover goed antwoord geven. Want ik begrijp niet waarom het zo lang uitblijft. En daadwerkelijk niet gerealiseerd wordt. Want het is wel een ernstig en een belangrijk middel om een beetje de preventie vooral goed vorm te geven. Maar stel dat de minister daadwerkelijk terugtreedt. Haalt de president dan zijn gestelde doelen met dat ministerie, zijn voedselschuur bijvoorbeeld? Ik vrees dat de president nu al zijn doelen niet haalt. Want we zien niet echt de productie als zodanig, weet je, zich manifesteren. Dus er is nog een weg te gaan. En ja, ik denk dat die minister best wel wilde. Tenminste, als ik hem volg en hoor zo op afstand, dan heb ik het idee dat hij wel een goede bedoeling heeft en ook echt iets wil realiseren. Maar ja, er zijn krachten, er zijn machten, bolwerken die vaak een rol spelen en die het werk bemoeilijken en maken dat je niet in staat bent om te doen wat je wil doen. De goede bedoelingen worden daardoor doorkruist en dat is helaas het grote probleem van politiek Suriname. We houden ons land vreselijk op door al die bolwerken en al die krachten die op al die ministeries en het hele systeem een rol vervullen en frustrerend werken op normale vooruitgang voor het land. En ik denk dat dat wel goed afgestraft moet worden, want anders gaan we als Suriname echt niet verder komen en blijven we in cirkels draaien. Maar plaatsing van een nieuwe minister op dat ministerie, gaat hij of zij nog veel kunnen doen? Ik denk niet hoor. We zitten eigenlijk, kijk, voor de inwerkperiode van een nieuwe minister. We zitten in de periode naar de verkiezingen toe. We zijn al bijna een jaar voor de verkiezingen. Ik weet niet of die minister gaat een beetje pappen en nat houden. Maar niet echt beleid maken hoor. Dat lijkt mij niet. En ik vind bovendien hoor, eerlijk gezegd, dat ministers natuurlijk sturing geven aan zaken. Maar ambtenaren die zitten op de ministeries, die moeten voor continuïteit van beleid zorgen. Weet je, want een aantal dingen die zijn al in place, die moeten gewoon gedaan worden. Of nou een minister komt of gaat, moet dat ding gewoon voortgang vinden. Weet je, dus we leggen ook, naar mijn gevoel, een te groot gewicht bij het ministerschap. En daarom vind ik dat we moeten oppassen met de posities te politiek in te vullen. Weet je, dat je inderdaad zegt van een heleboel directeuren, politiek gekleurde mensen die posities innemen. Want je begrijpt dat daardoor de continuïteit van beleid wordt verstoord. En dat zou normaal moeten plaatsvinden, wie ook daar als minister aantreedt. In diverse mediaberichten is melding gemaakt van de wijzigingen in het managementteam bij de Suri Change Bank NV. Van deze wijzigingen is de centrale bank in kennis gesteld door de Raad van Commissarissen en de directie van de bank. De centrale bank volgt de ontwikkelingen nauwlettend en verwacht dat de bank haar interne problemen binnen korte tijd zal oplossen. Uit diverse rapportages is gebleken dat de bank voldoende liquide is, waardoor er geen reden voor ongerustheid is. De centrale bank geeft de samenleving de geruststelling dat ze haar taken conform de wet toezicht kredietwezen steeds zal uitoefenen, met name het toezicht op de financiële instellingen. De continuïteit van de Suri Change Bank NV is niet in het geding en de centrale bank blijft in nauw overleg met de directie en de raad van commissarissen. En dit was TBN Prime Alert van maandag 15 april 2019. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 87-493. Nogmaals 87-493. E-mailen kan naar tbnprimealert@gmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot morgen.